welkom en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Vandaag heb ik heel erg veel reacties, in totaal gewoon 6 die ik in beeld ga laten brengen. Dus ik zou zeggen, tof dat jullie kijken, bedankt voor jullie reactie. En misschien zie jij je eigen reactie wel voorbij komen straks. Ik ben expres hier begonnen bij de prachtige Beacon. Ik heb trouwens 2 hele toffe gasten. De allereerste begint met de J. O-O-S-T. Wow, hallo. En de tweede begint met de R. Ai! Je moet je naam spellen, man. R-O-N-A-L-D. Boom. Schrijf jouw naam met 2 R'en? Ja, ik ben een beetje... mijn ouders waren een beetje vreemd. Ronald. Welkom, Ronald en Joost. Ik heb hier de Beacon staan. Kom maar even kijken. Even koenkloeren. We aanbidden dit TNT-blokje, maar we komen eraan. Hij is heel... Wow, wat doet het TNT-blokje daar? Ja, waarom aan het aanbidden? Ja, wij geloven in de heilige TNT-blokje. Ja, hij is wel heilig, want hij zweeft. Daarom. Oké, genoeg randomheid weer. Hier bij de Beacon heb ik een hele toffe reactie gekregen. Deze reactie is van Jarido en die zegt... Je kan jouw Beacon zijn straal in een andere kleur doen door gekleurd glas op te zetten. Dat klopt helemaal. En wat voor kleur glas gaan wij er dan opzetten, jongens? Een gele straal. Tuurlijk rood inderdaad, Joost, want dat is mijn kanaalkleur. Daar gaan we. Boom! Wow, knol power activated. Let's go. Yes, dit ziet er echt super episch uit. Oh, en wij hebben dan ook speed en regeneration. Dus als ik jou een klap geef en jou een klap geef... Hey, ik sta in de brand. Nou, als het goed is, krijgen jullie gewoon weer lekker die levens erbij. Oh ja, ik zie het. Ja, inderdaad. Kijk, nice. Het ziet er super nice uit. En ik wil even een reactie in beeld laten komen. Deze vond ik heel erg tof. Deze is van... Shit, ik kan je naam niet zien, maar je komt wel in beeld. Ik vind het heel erg knap wat je allemaal voor ons doet. Dus dikke knolpower van mij... Heel erg tof, man. Dankjewel voor je lieve reactie. Dat geeft mij motivatie om weer lekker te knallen tijdens de Minecraft-afleveringen. En in het dagelijks leven om lekkere leuke vlogs voor jullie te maken. Dus die positiviteit, die houden we er lekker in. En zoals jullie zien, heb ik hier dit een beetje dichtgemaakt. Heb ik hier mooie trappetjes gemaakt. Ook aan de andere kant hier. Dat ziet er goed uit. Ja, het ziet er gewoon even netjes uit. Het is geen bouwput meer en zo. Ik ben trots. Precies. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je hebt bij je kamer in real life, weet je wel. Dan denk je van, jeetje man, ik moet dat weer eens opruimen. Ja, herkenbaar. Heel herkenbaar. En dan heb je het opgeruimd, dan heb je wel echt zo even iets van... Oh, ik ben een baas, jongen. Ik voel me goed, jongen. Oh! Ja, en meestal kreeg je dan ook gelijk... Plastic. Oh, plastic. In mijn kamer. Het is niet opgeruimd hier. Ja, maar jezus. Maar meestal als je... Hé, hey, wat? Ik onderbreek je graag, Ronald. Oh! Nee, die wilde ik! Ja, joh, verpesten we allemaal weer. Oké, sorry, alsjeblieft. Maar meestal geeft het ook weer motivatie. Als alles schoon is, dan krijg ik meestal motivatie om weer lekker aan de slag te gaan. Ja, ik zelf ook, hoor. Dan is alles lekker netjes opgeruimd. Kijk, ik heb nog altijd wel een beetje afval. Ik bedoel, er ligt altijd nog wel 1 of 2 dingetjes hier. Ik bedoel, ik heb hier een glas. Dit is geen plas, dit is gewoon vers geperst sinaasappelsap. En ik heb dan hier nog een plastic dopje of een glas of D zit naast mij. Maar voor de rest is alles opgeruimd. Oh, ik kreeg een klap van D. Oh. Geef me nog een klap, vuilnis. Sorry, schatje, ik hou van je. Je bent mijn mooiste stukje vuilnis. Oh, wat cute. Ze moet lachen. Oh, ze zit in een potje rank van lieve fles. Ik ga klikken. Nee! Oké, cool. Wow, wie heeft er zoveel coins, man? Ik had nog heel veel. Ja! Oh, nice. Nee, die mag je. Jawel, oké. Joost, hou hem in je hand en typ nu /head in de chat. Nee, slash ik kom terug. Head. I did it, but it did not work. Slash head. Dit moet werken. Had of met dubbel T? Nee, gewoon nee. Slash head in het Engels. Ja, dat doe ik. Er staat unknown comment. Huh? Je moet slash echt? Head. Slash H-E-A-D. Oh, there we go. Ja, hè? Jongen, ik dacht head als in hoed. Nee! Oh, hij dacht head van H-A-T. Ja. Kijk hoe geniaal dit eruit ziet. Wow, ik wil er ook een, man. Mag ik ook eentje? Ik wacht. Hang on, dan moet ik hem even uitdoen. Is het gewoon een head opnieuw? Ja, je had er 16. Okay. Ja, ik had er 16 inderdaad. Nice. Hier, en geef Ronald er ook in. Dan gaan we de hele tijd... En met hebben allemaal gedropt? Wow, ik heb een vuurpijl op mijn hoofd. Lekker. Wacht, ik heb ze volgens mij allemaal gedropt. Oh, weet je wat ik gewoon ga doen? Wacht, ik ga jullie in de fik zetten. Oh, okay. ik ga mijn hoofd legen op jou. No! No way! Hier, pak een ding op. Oh ja, nice. Die ook nog één voor Ronald? Ja, ik heb hem al. Thanks. Hey. Nice. Oké, nice. Dan ga ik hem ook op mijn hoofd doen. Head. Hoppakee. Hoppa. Nu moeten we die TNT eigenlijk weer hebben. Ja, waar is die TNT? Ja. Oh,
Jongens, dit is echt een enorme rare secte. Wat gebeurt hier? Laat ons onszelf zijn. Laten we hem weghalen, voordat we hem ontploffen, ongeluk. Oké, zo is het helemaal goed. Ik heb nog iets heel erg tofs wat ik eventjes ga laten zien aan jullie. Want, kom met me mee, jongens. Kom met me mee. You are following. Wij hebben hier, ja, en ik weet niet wat er gebeurt, maar elke keer als ik opnieuw inlog in de survival, dan is er of weer een plaatje weg van deze map, of er is weer iets veranderd. Er is gewoon één joch die stiekem telkens een map meeneemt. Sowieso Link, sowieso. Ja, Link. Ik weet niet wat het is, maar gaat iets niet helemaal 100%. Dat is dus inderdaad Link. Helemaal 100%. Wow, zit die lava onder? Hey! Ja. Joost, vorige keer dat ik meedeed, ik had precies hetzelfde. Waarom zit daar lava onder? Oh my god, dit is de ultimate troll, jongen. Ik zweer het je. Auwe, ik heb zo'n goede shit bij me. No. Joost, nu ben je alles kwijt. En het is je eigen schuld. Ik had TNT, ik had nametags, ik had alles. En je hebt de borden verprutst. Zie je, Joost? Ja, zie je wel. Ja, nou, weet ik. Wie doet er dan ook verdomme lava onder een fontein, man? Dat is niet leuk. Oh, geweldig. Ja, dit was ooit een troll die we bedacht hebben. En we dachten, dat gaat ooit wel een keertje goed komen. En ja hoor, Joost die gaat erin staan. Heel leuk. Ik kom de spullen terug. Oké, okay, even kijken. Waar stond zo'n shulkerbox? Ik meen dat we ergens een shulkerbox hadden staan. En ik kan een ja, shulkerbox. Zo'n roze blokje is dat toch? Nee, dat is een zo'n blauwe box. Zo'n, even kijken, waar hadden we die nou? Het is zo'n blauwe box die we nodig hebben. Oh ja. En daar kan je dan items in doen, weet je wel? Oh ja, ja, die ken ik. Weet jij nog waar die is? Die stond toch bij de oude box, bij de oude chest area? Volgens mij stond die daar altijd. Ja, daar zat ik dus net te kijken, maar ik kon hem niet vinden. Ik zit nu even in. Oh nee, dat is een shulker shell. Ah ja, ik heb hem hier. Kijk, ik ga jullie iets heel erg cools laten zien. Krijg je daardoor mijn spullen terug en zo? Wow. Nee, helaas niet, nee. Hallo jongens. Kijk, je hebt hier dus een shulkerbox. Daar kan je dus items in doen. En toen was het zo van, joh, kan je daar eigenlijk een andere kleur geven? Want dat zou wel heel erg kicken zijn. Nou, ik dacht van niet, maar toen kreeg ik een reactie. En deze reactie is... van... Dignus Melkvin. En die zegt, je kunt de shulkerbox een andere kleur geven. Toen heb ik even gecheckt hoe dat nou precies kan. En ik zal het jullie laten zien. Je doet één chest in het midden. Dan doe je een shulker shell onder, shulker shell boven. Nou, dan krijg je dus, zoals je ziet, krijg je dan een paarse shulker box. Dat is dus blijkbaar de standaard. Maar nu heb ik hier drie kleuren. Ik was even vergeten dat ik eentje te weinig had. Maar nu heb ik drie kleuren. Ik heb rood, grijs en geel. Maar laten we dan even de meest gave kleuren doen. Ik denk dat het toch wel rood is. Oh, deze is super episch. En laten we dan even eentje geel doen. Ik denk dat dat ook... Ja, knijtersvet is dit. Hier, moet je checken, jongens. Hier, bam. Oh, dat is wel vet. Kijk hoe gaaf dat eruit ziet. Dat is een knolpower kist nu. Precies. Maar wat is nou eigenlijk het hele nut van zo'n shulkerbox? En kijk, je hebt hier ook nog eentje. Bam. Wow. Hey, deze zijn super vet, man. Als er ooit een nieuw seizoen survival komt, willen we alleen maar van dit soort chests hebben. Dat nou, wel, wat het cool is aan deze chest is dat, kijk, ik doe iets in het blauwe. Doe ik een lava box. Ik doe in de rode doe ik water. En in die andere doe ik mijn helm. Ja. Nou, nu kan je gewoon deze omhakken, kan je meenemen. Maar als ik hem nou aan jou geef, ja, als ik hem aan jou geef, en jij gooit hem ergens neer, dan zitten gewoon nog precies dezelfde items in. Oh, dat is super chill. Wow. Dus alle items blijven er gewoon in zitten. Dus als je hier overal bijvoorbeeld hout in doet, en je zet het neer en je doet er even spullen in, en je kan hem dan zo weer meenemen. Dat is wel een soort rugzak of zo. Ja, het is eigenlijk een soort extra rugzak inderdaad. Het is echt super relaxed. Handig, ja, inderdaad. Dus dat is... zeker iets wat handig is voor in de toekomst om te gebruiken. Even kijken, laten we zo. Bam, bam, bam. Ziet er heel erg fancy uit. Dat ook is mooie kleurtjes. Heel vet, hoor. Echt heel vet. Oké, kom even gezellig met me mee. Ik laat trouwens nog even een reactie in beeld komen. Deze reactie is van Tobias van Toorn. En die zegt, like is wiskundeuitval. Nou, blijkbaar wilde 10 mensen wiskundeuitval, want hij heeft 10 likes gekregen. Nice. En het valt mij gewoon heel erg op. Laten we in de tussentijd trouwens even het parcours doen. We gaan straks iets anders doen, maar ik ben benieuwd hoe ver jullie komen. Maar ik wil heel even iets met jullie bespreken. Er staat daar trouwens een random ezel. Het is namelijk zo dat het valt mij op dat de laatste tijd heel veel van dat soort gekke reacties komen. En om sommige kan ik wel lachen, maar sommige denk ik echt van,
Oh my god, meen je deze nou? Yep. Zoals hier heb ik, even kijken, nog een reactie. Oh, ik moet even mijn cape afdoen, of mijn elytra. Hier heb ik nog een reactie. Deze is van Zera Gassier. En die zegt, Enzo is 0 jaar en ja. Elke like op dit bericht is 1 jaar erbij. Nee. Nou, volgens jullie ben ik dus 217 jaar. Wow! En dat is heel oud, maar dan zie ik er wel verdomde knap uit nog. Ouwe, die heb ik zo vaak op mijn kanaal gezien, dat is niet zo vervelend, man. Ja, dat wordt echt ondergespamd, dat is niet normaal. Ik had zeg maar met die winactie voor de Knolpower iPhone. En de winnaar is ondertussen bekendgemaakt. En ik ga deze week langs bij de winnaar. Dat kunnen jullie zien in de vlog. Dat wordt echt super gaaf. Is het zo dat... ik heb een reactie... dat vond ik echt heel erg tof. Ik heb er ook gereageerd zo van... joh, echt respect voor deze reactie. Je had namelijk heel veel reacties... waarin mensen dus proberen natuurlijk je te overtuigen... dat hun de Knolpower iPhone willen winnen. Begrijp ik ook heel goed. Maar daar had ik ook heel veel dingetjes van... bij de 500 likes... Ik weet niet. Het waren gewoon van die rare dingetjes. Van bij 500 likes krijg ik nieuwe schoenen van mijn moeder of zo, weet je wel? Oh, ja. Van dat soort rare dingetjes. En toen zag ik een reactie ook en die vond ik heel erg tof van iemand. En die zei van, yo Enzo, super tof dat je een iPhone gaat weggeven. Echt bazig, hij ziet er echt super mooi uit. Maar om heel eerlijk te zijn, ik hoef hem niet te winnen, want ik heb zelf het geld wel om een coole telefoon te kopen. Toen dacht ik van, wow, holy shit, fair, ja. Hoe eerlijk ben je dan, weet je wel? Ja, de meesten zouden gewoon zeggen van, ja, fuck it, ook al heb ik genoeg geld. Ik wil gewoon die telefoon hebben, snap je? Dat misschien is het wel reverse psychology, weet je wel, omgedraaide psychologie. Misschien denkt hij van, oh, nu denkt Enzo, oh, ik heb geld genoeg en ik ga binnen, weet je wel. Misschien win ik hem dan toch omdat ik zo'n toffe reactie heb achtergelaten. Inderdaad. Nou, het heeft in ieder geval wel mijn aandacht gehad. Dat is wel zijn doel misschien wel. Ja, ik heb in ieder geval volgens mij nog zo'n soort reactie, of niet? Deze van Bunnytime TV Korkmans of zo. En die zegt, hoeveel vrienden en vriendinnen heeft Enzo? 1 like is een vriend en vriendin. Wow. Dus Rara, wil jij ook zijn vriend zijn? Like hem dan. Nou, ik heb verdomme vet van vrienden. Gewoon maar liefst 463 likes. Yeah! Wow. Lekker bezig, jongen. Bam, ik met al mijn vrienden. Enzo, ik vind dat jij nu een topcomment moet plaatsen en even vast moet zetten. En zoals 1 like is 1... Iets. Haar op Joost en hoofd. Wow. Ja, die comment moet dan meer dan 10.000-20.000 likes krijgen. Dan wat? Heeft hij superveel haartjes. Precies. Dan heb ik echt heel veel haar. Ik weet niet of dat aan kan. Kan ik dat dragen? Nee, maar dat doen we gewoon. Dan zet ik wel in de reacties neer. Voor elke like krijgt Joost 1 konthaar erbij. Nee! Dan kan ik niet meer poepen. Tarrels in komen. Ik krijg allemaal tarrels! Ja! Ah, nee! Lekker. Nasty. Ja, dat ga ik wel doen. Dus dat zullen jullie in de reacties zien staan. Ja, ga nou eens weg, man. Wat doe je nou? Ik was er bijna. Oh, yes! Ik heb het eindelijk een keertje gehaald. Ze hadden het slaan uitgezet, maar blijkbaar ook weer niet. Oh, ik ga slaan. There we go, guys. Oh, ik ben gewoon dood Joost gegaan. Joost is weer dood. Huh? Ja. Joost? Oh my god. Sloeg, had ik zoveel health verloren dat ik die jump niet kon overleven. Maar, nee, dat klopt niet. Want als je die jump valt, dan gaat er niks vanaf. Jij bent gewoon niet goed over dat ding heen gelopen. Waardoor dat ben ik echt al vaker hoor. Dat ik gewoon in één keer niet meer terug teleport. En nu is de dan loop je niet over dat ding heen. Dus dan activeer je hem niet goed. Oké, nou, ik zal even mijn elytra omdoen. Ik ga eventjes wat erbij pakken. Want wij hebben hier de vorige keer de paardenrenracebaan gedaan. En, oh, dit is weer zo'n 3. Oh nee, dit is 1. En ik ga even wat buckets of lava pakken. Ik heb echt superveel. Kan iemand ook naar de chesten komen om ook wat lava's te pakken? Ja, I'm coming. Dat is goed. Want ik heb mijn zwaard gepakt. Je hebt mijn zwaard. Echt heel veel. Ik heb je zwaard niet. Wow, hier, kijk dan eens eventjes hoeveel ik heb. We gaan namelijk iets tofs doen. Hier op het einde, we gaan het afmaken. Hoppa. Okay, we gaan het hier zo gaan we het afmaken. Yo. Zo, yo, ik zal jou ook even wat geven, alsjeblieft. Thank you. Kijk, hier zo moet dus allemaal lava komen. En als het goed is... Oh, waarom gaat die kip er nou in? Precies als ik een lava... Boeikip! Precies als ik een lava in doet, loopt hij erin. Verdomde kimpie. Even kijken, je kan elke keer een gat ertussen laten en dan lava plaatsen. Dan krijg je het zeg maar goed. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Dus hier en dan tweede, 1 ertussen en dan hier en dan 1 ertussen en dan hier. Ja, op die manier moeten we dit even helemaal vullen. Want hier moet je dus overheen gaan met je paard. Wow, oh, dat is wel een creepy. Oké, hoeveel blokken? Elke 1 moet ertussen zitten. Oké, dus hier eentje dus. Maar waar haalden we lava vandaan? Want mijn emmers zijn al wel leeg. Ik heb dus echt superveel lava. Ik heb hier nog een paar.
Hier heb ik nog een paar voor jou. Oh, thanks. Boom, en boom, en een boom, en een boom. Ik had een supergoede voorbereiding, dus hier heb ik heel veel lava al. Lekker bezig. Ja, toch? Ik dacht goede voorbereiding. En zoals jullie kunnen zien, heb ik ook dit helemaal plat gemaakt hier zo. Alles is mooi volgroeid met gras. En dan heb je niet dat enorme gat meer. Dit ziet er gewoon, net even wat cooler uit. Ja, inderdaad. Oh, even kijken zo. Ik ben alweer leeg. Ja, in de chest bij de spawn, dan kan je nieuwe pakken. Ja. Dan hebben we een stuk lopen. Want mijn Elytra ligt ergens op de bodem van de put waar ik net in viel. Onder de lava. Ja, dat is echt balen, man. Ik had zoveel spullen. Oké, welke chest had je gedaan, Enzo? Oh, nice. Je gaat lekker, man. Yes. Oh ja, nu dat we... Zou dat hier ook straks weer automatisch gaan, Enzo? Wat we toen ook hadden met dat water. Want wij kregen namelijk de comments. Ja, ja. Want wij kregen best... Mensen dachten dat wij aan het world editen waren. Ja. Maar nee. Want blijkbaar is er van... Als je de helft van het zwembad had gevuld... Vult hij zich automatisch. Ja, ja, dat is een nieuwe update van Minecraft. Dat is een serieus nieuwe update. Als je zeg maar een hele grote vierkant hebt... Ja. Dat is echt serieus heel sick. En je gaat de linker voorkant... Dat is eigenlijk wel een beetje een soort world edit stijl. Je gaat de linker voorkant en de rechter achterkant ga jij vullen. Hier zijn die lava chesten trouwens. Ja. Oh, hier. Okay. Ga jij vullen met water. Dan ziet hij dus dat je dat vierkant wil vullen. Dus dan gaat hij automatisch heel het zwembad vullen. Oh, echt? Best wel vet. Ja, dat is echt heel cool gedaan. Oké, dit is ik al... Ik vraag me of we het gaan redden en zo. Ik denk dat we even naar een beetje leeg. Ik denk even dat we naar de Nether moeten om eventjes heel snel even alle bugs te vullen. Nee, ik ga het redden, Ja? Ja, oh, serieus. Chill. Ja. Ik moet nu nog naar de andere kant, zo. Even kijken. Oh, ik heb nog 4 buckets. Oh, dan ga ik dat net niet redden. Dit gaan we net niet redden. Maar dan kunnen we een andere keer wel vullen. Ik vind dit wel genoeg zo. Hoppakee. Het is in ieder geval overal lava, dat is even belangrijk. Ja. Ja, het is jammer dat je geen infinite lava pool kan maken. Echt, hè? Kan namelijk wel met water gewoon. Maar dit ziet er in ieder geval gevaarlijk uit. En wat we dan nog eventjes moeten doen... even kijken, heeft een van jullie... of kan een van jullie wit wol halen met zwart wol? Ja, ik had dat dus heel veel in mijn inventory en zo. Ik haal het wel, Joost. Niet zo Ik had dat heel veel niet in inventory. Tot ik in die put wil. Ik had me nou. Oh, en straks heb je alles opgemaakt. Dan worden wij echt boos. Ja, nee, ik had toevallig wat in mijn inventory nog. Van toen ik bezig was met die parasolletjes verderop. En het is allemaal gone. Lekker, Joost. Goed bezig. Ja, wist ik veel. Waarom moest je nou weer dood gaan dan? Oké, nou ja, dat wil ik in ieder geval hier zo maken. Alleen, hoe moeten we ooit vanaf hier zo, even kijken, hier naar beneden springen met dat paard hier zo in? Ja, het is wel een beetje, hij is niet mooi uitgelijnd, hè? Nee, dus dit moet gevuld worden met zwart-wit wol, zodat we een beetje die finish krijgen, net zoals de start. Ja, ja, ja. Maar hoe moeten we dan vanaf hier daar komen? Wat snap je? Ja, ik denk dat we sowieso een hacker eromheen moeten zetten. Waar kan ik het wol vinden? Moet ik dan even de schapen even scheren? Ja, dan moet je even de schapen scheren. Ja, of dan moet je even kleurtjes geven. Dus van bloemetjes moet je even dye pakken, zeg maar. Ik denk dat dan eventjes, dan is scheren denk ik het beste. Ja, dat is helemaal goed. Ja, we moeten hier nog wat omheen maken, zodat je als paard ook niet gewoon er langs kan lopen. Maar ja, hoe doen we dat? Ja, we kunnen geen houten hekken gebruiken, want dat verbrandt. Oh ja, dat is een goeie. Wow, dat is een hele goeie. Ik heb dat echt al heel vaak meegemaakt dat ik dat naast lava zet. Dat is niet handig. We moeten dus echt stone fences gaan maken. En die hierna zetten. Oh ja, dat kunnen we wel doen. Ja, en dan hebben we dan een soort van opvanghek maken. En dan daarmee richting de finish, denk ik. Oké, super tof. Ik heb heel veel stone hier zo. En wat, misschien kunnen we ook wel een andere kleur gebruiken. Maar kan je stone fences maken? Kan dat ook dat kan. Granite? Dat weet ik niet. Ik weet dat het van cobblestone kan. Maar... En hoe doe je dat dan met granite? Want daartussenin hoeft geen hout te zitten dus. Enzo? Ja? Waar zijn alle schapen? Oh ja, alle schapen zijn onder de grond daar. Enzo, je moet... Onder de grond? In de crafting table de onderste 6 invullen met cobblestone. En dan kan je van die walls maken, staat er. Oh, wacht. Misschien moet ik eerst even polished dit en dan dit. Oh, nee. Ik ben bang dat je het niet met granite kan doen. Nee, ik ben het nu met cobblestone aan het doen. En ik heb al bijna 3 stacks aan walls. Even kijken. Kan je dat... Oh, je kan het ook niet met stone doen, man. Nee, je moet het met cobblestone doen. Stone bricks. Ja, maar ik dacht... wacht. Met stone bricks moet het wel kunnen, volgens mij. Ik weet niet. Kijk je dan even van die koelen of zo? Hier, kijk eens wat je hier ziet. Ja, dat is dit. Hier.
Oh ja, en dat kan je dus niet krijgen met andere soorten steen behalve kobbelsteen. Ja. Hé, hey, maar wisten jullie dat er een nieuwe update aankomt van Minecraft en dat er nieuwe steensoorten komen? Oh, echt? Hier. Ja, oh, dat zeker. Is wel tof. Dat is wel tof. Oké, okay. Maar ze hebben toch niet heel lang geleden granite en zo toegevoegd? Klopt, maar ja, de Minecraft is oneindig hè, en dat blijft ja, ze dat maar uitbreiden. Dat is inderdaad waar. Oké, okay, dus, klinkt cool. Ik heb een vraag. Ja? Waar zijn de schapen ondergrond verstopt? Als het goed is, gewoon echt gewoon letterlijk onder de grond. Oh ja, hier zo. Kom maar met me mee, Ronald. Oh, ja, ja, ja. En dan kan je hier zo kan je doorheen. Hier zo links. Mm-hmm. En okay, dan moet je wel even goed over het lava springen. En dan ben je daar. Ja, maar... waarom hebben jullie dit zo gedaan? Ja, sick, hè? Ja, gewoon als hindernis. Dus ga maar niet dood, alsjeblieft. Ik ben bij de scap. Je komt dus hier kom je eruit, Joost. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk gewoon dat je dit gewoon helemaal voltrekt zo, toch? Ja, dat sowieso. Alleen hier val je dus naar beneden in dit water. Oh, ja. En dan vanaf dit water moeten we dus ook een baan maken daarheen. Dus misschien moeten we maar gewoon zo doen. Ja, zo? Oké. Dus dat we vanaf hier zo een baan maken daar weer heen, snap je? Ja, is goed. Maak hem even wat hoger zo. Oh ja, precies. Dit is wel cool. Oh, wacht. Dan moet dit even weg. En dan doen we het vanaf... Ja, vanaf hier denk ik. En dan trekken we vanaf hier trekken we gewoon weer de lijn, toch? Volgens mij ja, zo. Ja, zo. Kijk zo. Tada. En heb ik hem dan goed of... Ja, ik heb hem precies goed volgens mij. Nice. Oké, ik trek hem helemaal tot aan het einde. Ja, hij zit er precies strak tegenaan. Ja, super nice. Ja, yeah, dit is perfect. Oké, als je die andere kant straks ook meetrekt... Ja, dan kom ik zo op dat terugweg wel van langs, denk ik. Oké, nice. Dan... oh, wacht. Ik zal dit wel even wat lager maken. Ik denk dat dat er mooier uitziet. Ik denk dat we ook twee hoog die muur moeten maken. Oh ja, nee, ik denk nog wel hoger, want je kan met een paard best hoog springen, hè? Dus ja, we moeten best wel hoog maken. Ja. Tuurlijk. Ja, dat heb je natuurlijk ook, want als je met een paard ondergrond wil, dan moet je sowieso 3 hoog maken, minimaal. Ja, anders kan je er gewoon niet doorheen. Nee, anders dan red je het al gewoon niet. Nice. Oké, maar laten we eerst maar gewoon eventjes uittekenen hoe we het parcours gaan doen. En dan kunnen we altijd uiteindelijk nog even ophogen. Ja, inderdaad, we kunnen het later hoger maken. Oké, ik heb een aantal. Ik vond maar iets van 6 schapen daar beneden. Dus we moeten nu iets met bloemetjes doen. Oké. We moeten schapen gaan breeden, jongens. Even kijken. Zo, ja, de zijkant hier. Hoppakee. Oh ja, als je ze op elkaar staat, worden ze wel wat lelijker, vind ik. Ja, het ziet er anders uit, hè? Ja, het komt allemaal zo'n patroontje tussen of zo. Ja, klopt. Nou, ik vind het op zich niet zo heel erg. Nou, het heeft wel iets. Maar ik vond het juist zo cool dat het zeg maar zo'n egale muur was. Ja, klopt. Het wordt helemaal recht getrokken. Mm-hmm. Klopt. Oké. Nou, zullen we 3 hoog doen dan of zullen we 4 hoog doen? Oh, dit moet trouwens wel... nu gaan we midden door het pad heen. Maar dat maakt niet uit, want daar is toch nog niks. Dus dat kan wel. Dus dit maakt nog niet zo uit. Zo, gewoon midden door het pad heen. Zo, dan doe ik even zo. Dan groeit dat gras wel meteen weer mooi. Ja. Hoppakee. Yeah, nice. Ja, doen we meteen 3 hoog. Oh, dat ziet er echt fancy uit. I'm working on it. Volgens mij kun je er alsnog overheen springen, maar we moeten er maar gewoon een beetje van uitgaan dat de mensen die dit spelen een goed hart hebben en niet zomaar gaan Nee, nee, dat hebben ze niet, dus we moeten het 4 hoog maken. 4 hoog maken? Oh man. Ja, ik ben nu bezig met 4 hoog al. Oké, ja, ik doe 3 nu en dan volgende dag 4. Ik heb alleen geen kobbel meer. Ik moet wel lachen om het einde te doen met rood-zwart in plaats van wit-zwart. Knulpower stijl. Oh ja, de finishlijn bedoel je? Ja. Oh ja, dat is wel een hele goeie. Ik heb namelijk 42 stukje rode wol en maar 3 witte wol. Oké. Geen zwart. Ik heb trouwens de doorweg heb ik opengemaakt en zo, want om 2 hoog kan je toch niet met een paard onderdoor. Oh dus, nee, inderdaad. Ja, super slim. Dus gewoon een soort van brug. Ja, super slim. Echt super slim. Man, Joost, intelligent, jongen. Geef je ook les op je YouTube-kanaal of zo? Welkom bij Joost, meester Joost, zijn school. Zo, er bestaan wel vet veel meesters die Joost heet, trouwens. Ja. Meester Joost. Ja, meester Joost. Dat is wel een veel voorkomende meesternaam. Daar ben ik dus geen meester geworden, want het is er allemaal. Ja, het is al genoeg gewoon. Ja, hoe zou jij les geven? Ik, hè? Ja. Ik zou zo'n meester zijn met een gitaar, weet je wel. Die zo'n coole dude. Dus je geeft muziekles? Ja, nee. Geen niet meer, op de basisschool heb je toch altijd dat je altijd even gaat zingen voordat de school begint. Ja, ik weet niet. Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Nee. Ja, oké. Ik ben op een christelijke school opgevoed. Op christelijke scholen heb je dat. Oh, serieus? Ja, je begint de dag allemaal met zingen en je leest een stukje uit de Bijbel. Dat is hoe je dat op een christelijke school doet. Oh, echt? Ja. Wist ik niet. Dat klinkt serieus gezellig, man.
Ja joh, elke dag begonnen gewoon, dan ging je gewoon liedjes zingen met iedereen. Het was, ja, voor alles zong je eigenlijk. Het was gewoon één vrolijke dag. Wij begonnen gewoon altijd de ochtend met Lijntje. En dan was je gewoon de rest van de dag was je gewoon actief, ja, weet je wel. Ja, precies. Nee. Lekker beetje. Nou kinderen, er ligt allemaal weer een mooi Lijntje voor jullie klaar. nee, ja, grapje. Even serieus. Bij mij begon het al elke dag gewoon met de schoolbel, weet je wel. En dan moest je binnen zijn en dan... Laten we gaan rekenen. Ja, nee, wij hadden dat zoiets, ja. Maar bij ons begon echt de dag altijd met een stukje uit de Bijbel en allemaal liedjes zingen. Nou, dat is zo'n meester, die heette dan Meester Jaap. Dat weet ik gewoon nog, jongens. Nog die heette Meester hoe? Meester Jaap. Oh, Meester Jaap. Ja, hij had een gitaar. Esso naar Meester Jaap. Ja, hij had altijd zo'n akoestische gitaar. En dan ging hij altijd gewoon liedjes spelen. En dan moest de klas meezingen. Dat was echt fantastisch. Ik vond het echt heel leuk. Oh, dus ik wil, als ik ooit een meester zou worden, waarschijnlijk gaat het niet gebeuren. Maar dan zou ik zo'n soort meester zijn. Oké. Dus die liedjes gaat zingen. Lekker liedjes zingen met de klas. Lekker liedjes zingen. Maar wacht, het is wel 2017, dus waarschijnlijk gaat dan iedereen me haten. Wij leerden, op school leerden wij zo'n Russisch liedje. Ah, ik weet welke je bedoelt. Nee, geen Moskou. Moskou. Dat is legendarisch, man. Het was ging iets van Lima Naya, Lima Papa Roshka. Nima je? Oh, dat ken ik! Hè? Ja, nieuwe papa Roske, iets. Zo, dat was echt een mooie toon, dat haai. Ja. Ja, het ging zo, maar toen is tijdens een piepstem klonk het wat beter. Oh, het klonk beter. Ja. Dat is nog niet goed, maar ietsjes beter gewoon. Ja, nice. Precies. Maar hij is 4 hoog, jongens. Yeah. Right. Even kijken. Oh, wauw. Check wat ik hier ga doen. Kijk, want hier heb je die brug, dus dit ziet er cool uit. Wacht even. Ga je doen? Kijken. Wat is dat jochie aan het doen daar al? Ja, even koenkeloeres. Ik weet het, jullie zijn nieuwsgierig. Ja. Wat is die malle man nu aan het doen? Oh, je maakt helemaal een soort van overbrugging. Nee. Ja, wacht even hoor. Kunnen die paarden daar onderdoor? Even kijken. Wauw! Wow! Artistiek! Gaaf! Het is totaal niet symmetrisch, maar dat maakt niet uit. Ik denk is niet symmetrisch? Oh, nee, klopt. Ik denk trouwens dat dit ding hier nog wel een stukje hoger moet. Dat dit 5 blok moet zijn. Want ja, ik denk serieus ook. Ik denk want de paard kan hier gewoon opspringen. Ja, ja. God damn it, man. Ja, nee, verpest maar weer, Ronald. Ja, sorry! Ik probeer jullie te helpen. Gaan we weer praten over de Russische muziek. Lima Naya, Lima Paparoshka. Ronald is ook zo iemand die dat gewoon kan leren. Ja, ik dat liedje is de een. Ja, die zou ik nooit vergeten. Vinden jullie ook gewoon Russisch op school? Wow. Gelukkig niet. Het zou cool zijn. Russisch. Ja. Pavroska, maar dan Mliski. Ik heb... Hey, hoe vind je de finishlijn en zo? Ik denk dat dit tenminste de finishlijn is. Heb je al de finish? Ja, super cool, man. Oké, ik weet wel, ik ga het verder maken. Ik weet niet wat, maar ik probeer wel wat. Ik zat te denken om hier al een soort van hok te maken. Het klinkt, waarschijnlijk gaan we het niet doen omdat het veel te duur is. Maar een hok te maken van allemaal slijmbloks. En dat je dan met je paard erin komt zitten, stuit je alle kanten op. En dan moet je maar proberen hier te komen. Ik zou het doen. Ja, ik zou het heel graag willen doen. Het is een heel gaaf idee. Maar ik heb iets van 3 slijmbloks. Dus. Ja, nee, dat is wat ik zei. Het gaat waarschijnlijk lukken omdat je gewoon niet zoveel slijms hebt. Good luck with that. Inderdaad. Eigenlijk moet je iets doen met pistons of zo. Dat die pistons alleen maar omhoog gaan en naar beneden. En als je dan eroverheen dat je dan allemaal geschoten of zo. Dat is wel cool, ja. Oh, maar dat is sowieso een goeie om in het paardenrenracebaan parcours te doen. Is ergens wat traps, dat als je ergens langs rent, dat er dan van die poison pijlen worden afgeschoten of zo, weet je wel? Oh ja, inderdaad. Gewoon dispensen met poison pijlen en dan gewoon zo'n tripwire. Oh, jij weet gewoon hoe dat werkt? Ja, nou ja. Denk, ja. Want je zei het echt zo van, I can fix that in like 1 minute. Ja, als jij tripwires hebt en wat redstone en een dispenser met pijlen, dan ja. Oké, let's go man, let's go. die heb ik vast wel ergens namelijk. Moeten we wel even kijken waar we die dan in het parcours gaan maken. Ja, precies. Misschien gewoon aan het einde. Of gewoon, nee joh, dit kan je heel goed halverwege doen trouwens volgens me. Want... Oeh. Maar dat is wel naar, want dan word je geraakt als een pijl en dan valt de lava in. Ja. Oh. Oké, ik ga het even erbij pakken. We hebben hier... Hoe maak je een hek? Oké, je had een dispenser nodig, toch? Ja. Een hek, 2 hout in het midden en de rest aan de zijkant gevuld. Behalve midden onder en midden boven. Oké, je had redstone nodig, zei je? Of zoiets? Ja, redstone, tripwire, een dispenser en wat arrows. Oké, tripwire. Even kijken. Ja, maar een dispenser kan je ook gewoon maken, toch? Ja, je kan alles maken in Minecraft.
Ja, hier, dat is het spel. Dat is mooi van Minecraft. Ik heb hier geen idee hoe. Ik heb hier poison pijlen. Nice. En ik heb dan hier al redstone. Hoeveel redstone heb je nodig eigenlijk? Gewoon 2 stacks of zo. Ik weet niet hoe lang je moet worden. Misschien hebben we ook nog wel een paar. Hoe heet het? Repeaters nodig. Omdat het signaal niet sterk genoeg is of zo. Oh ja, zoiets. Zo. Ben je zo'n redstone type, Joost? Nou, weet je. Ik vond het altijd heel erg fascinerend. Dat kunnen we wel een ander keertje maken. Dan gaan we dat gewoon fixen. En dan maken we er wat moois van. Kijk, ik heb een fancy deurtje gemaakt hier met torches. Oh ja, inderdaad. Ja, dit ziet serieus cool uit. Maar sowieso, zo'n grote muur is wel echt vet. Ook bij zo'n kasteel of zo, weet je wel. Ja, het is gewoon een kasteelmuur. Ja. I like it. Ik vind dat we dit goed hebben gedaan, mensen. High five, hey jongens! Boom! Heel erg tof. Heel erg bedankt allemaal. Voor het kijken. Hopelijk vond het een toffe aflevering. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check ook op het kanaal van Joost de Meester. Check ook op het kanaal van Rus de Ronald. En hopelijk checken we jullie morgen bij Nieuw Survival. Peace!